Goedemiddag luisteraars. We staan inderdaad op het station met Mark van der Bunten, wethouder van Nunspeet. Verantwoordelijk voor het hele project Stationsplein. En we hebben inderdaad uitzicht op een groot gat. En dat moet een voetgangerstunnel worden. Nou is volgende week zaterdag iets bijzonders, hè Mark? Klopt inderdaad. Volgende week zaterdag 8 juni hebben we de Dag van de Bouw. De Dag van de Bouw wil zeggen dat we het gebied openstellen, dus de verbetering van de stationsomgeving. Iedereen ziet natuurlijk de werkzaamheden die plaatsvinden. Het gat wat is gegraven langs de Elspeterweg, waar natuurlijk het snelverkeer doorheen gaat. En het gat bij het station, waar straks de voetgangers en fietsers doorheen gaan. En dat de Dag van de Bouw volgende week zaterdag is het langzaam verkeersonderdoorgang die is open voor het publiek. Onder de begeleiding natuurlijk naar beneden. En dat is wel heel bijzonder om daar te gaan kijken. Op het transferium bij het voormalig stationshuisje, de brasserie, daar zit de aannemer nu in. Zou de ontvangst zijn, krijgt u uitleg over het project en kunt u dus ook letterlijk even afdalen en alvast een kijkje nemen hoe de onderdoorgang voor het langzame verkeer eruit gaat zien. Ja, nou ben ik volgende week met vakantie en er zijn er vast meer, dus kun je al misschien iets vertellen over de vooruitgang op dit moment? Jazeker, nee, het loopt heel mooi op schema het project. We zijn dus aan het graven nu, dat betekent dat Van Hattem en Blankenvoort, dat is eigenlijk de aannemer van ProRail. We hebben eigenlijk twee projecten waar we over spreken. Dus de gemeente heeft zelf een gemeentelijk deel. Dat zijn de wegen zoals die aangelegd zijn, de Ovonden, de Nieuwe Molijnlaan zeg maar, zoals die in de Klinkers is gelegd. Stationslaan, Industrieweg, de aantakking daar. Dat is allemaal gemeentelijk. Die zijn nu afgerond, dus die komen pas weer terug in november. Want nu zijn we met de onderdoorgangen bezig. En dat is van ProRail, die is aan het graven. Dus we zien de vrachtwagens en de shovel staan die het zand weggraven. En dan in november, dus november dit jaar, maken we de onderdoorgang erin. Dus die wordt nu eigenlijk opgebouwd. Dus heel veel mensen zullen die damwanden zien. De betonnen wat gestort wordt, de betonnen constructie wordt gemaakt. En die wordt in november wordt die onder het spoor gereden. En dat betekent dat we in november de dienstregeling een lang weekend eruit halen. En dan hebben we het over 14 november, op donderdag 14 november, vrijdag 15 november en dan het weekend. En dan tot en met maandag is de overgang dan gesloten. Zou het verkeer weer omgeleid worden via de Epeweg. En voetgangers en fietsgangers, fietsers en voetgangers moeten ook even omleiden. Maar dat is nou één lang weekend waarin we de onderdoorgangen dus echt onder het station voor de voetgangers en fietsers neer gaan leggen. En langs de Elspeterweg, nu de tijdelijke overweg waar de mensen over het spoor rijden met de auto, wordt een onderdoorgang ernaast gecreëerd. Ja, ik heb eens jou horen vertellen dat het waarschijnlijk ook te volgen is vanaf misschien wel een tribune. Is daar al meer duidelijkheid over? Ja, het project is sowieso te volgen. Er hangt een camera op het transferium, dus de toren. En we kunnen altijd via nunspet.nl/stationsomgeving de livebeelden volgen. Maar we verwachten dat er best wel belangstelling zou zijn als de onderdoorgangen echt letterlijk eronder geschoven worden. Want die bakken zijn helemaal klaargemaakt. En die worden dan met kleine karretjes, maar het heet natuurlijk anders, maar karretjes met wieltjes, worden die heel langzaam onder het spoor geschoven. Ja, dat is natuurlijk heel interessant om te zien. Het is ook een waanzinnig groot project. Ook voor Nunspeet, dus ook voor ProRail zelf. En die zeggen, ja, het is altijd wel belangstelling. En dan zorgen we dat het in goede banen geleid wordt. Dus je zou ook kunnen denken aan een tribune die we gaan opstellen. Maar we gaan er nog even over nadenken hoe we het publiek een goede zicht kunnen geven die echt daar willen kijken. Ja, staat er verder nog iets op de planning op dit moment? Of is het nu even pauze vanwege alle vakanties en vakantiedrukte? Ja, we hebben de planning zo gemaakt dat we in het hoogseizoen, zoals we dat kennen, zo min mogelijk de afsluiting hebben. Dus nu is het laatste deel aan de Industrieweg, de bocht, is af. Dus dat betekent dat er eigenlijk geen verkeersopstoppingen meer zijn. Alles is nu tijdelijk zo ingericht dat het verkeer kan doorstromen. Deze periode gebruiken we dus echt voor de aannemer die dus de onderdoorgangen maakt. Nou, die is daar dus druk mee. Dus ze zien overal in de gaten die al gegraven zijn, de mensen aan het werk. Dus dat doen we de hele zomer door, maar dat heeft eigenlijk het verkeer, zowel fietsers, voetgangers als de automobilist, heeft daar geen last van. En dan november is de volgende grote stap dat er onderdoorgang erin gaan. En vanaf dan gaan we ook het bovenkant van het transferium, dus bij de toren, aanleggen, fietspad. Dus dan komt de gemeentelijke aannemer ook weer terug. Die gaat het dan weer gereed maken. De aansluiting natuurlijk op de Ovonden. Dus de opritten, de afritten, de toeritten, die moeten dan ook gemaakt worden. En dan betekent dat we eigenlijk alweer in volgend jaar zitten. En de tweede treinvrije periode in 2025, dat is met de Pinksteren, dat is voor mij het tweede weekend van juni, dan gaan we echt alles aansluiten daarvoor. Dus dan rijden we eigenlijk volgend jaar Pinksteren, rijden we onder de tunnel door, of onder de spoor door. En we fietsen en wandelen dan ook onder het station door.
En dan met de Pinksteren halen we de tijdelijke overgang die nu nog bij de Elspeterweg ligt, halen we dan weg. Dus dat betekent dat we weer een treinvrije periode hebben. En het leuke is om te vertellen is misschien wel, de treinvrije periodes moet je 2 jaar van tevoren aanvragen. Dus onze planning zit zo strak in elkaar dat we die periodes ook echt moeten halen. Dus november dit jaar de eerste en volgend jaar juni de Pinksteren de tweede. Die moeten we gewoon halen en dan zo mooi is dat we ook goed op schema lopen. En dat het project gewoon heel mooi richting die periode gaat. Dat we echt daadwerkelijk de onderdoorgangen gaan realiseren. Ja. Ik vind het er allemaal geweldig uitzien. Elke keer verbaas ik me erover. Maar ik hoor toch ook wel heel veel mensen zich afvragen of het niet allemaal iets te nauw is bij die overhonden. Met name voor vrachtwagens en dat soort dingen. Ja, een hele goede vraag. Daar hebben we ook gesprekken over gehad met meerdere leveranciers. Die natuurlijk de winkels komen bevoorraden. Dan wel busmaatschappijen. Maar het is zo berekend allemaal dat het kan. Alleen het is inderdaad wel wat smaller gemaakt. Het is in de klinkers gelegd. Waarom hebben we dat gedaan? Omdat het met name een voetgangers- en fietsersgebied is. We zagen natuurlijk dat het bij het station, als er een trein aankomt, dan komen natuurlijk veel wandelaars, fietsers vanaf. Het is een schoolroute. We zeiden om het veilig te maken, moet je geen brede wegen en grote stroken gaan creëren. Maar moet je het wat smaller maken, dat het verkeersremmend, automatisch al verkeersremmend is, zonder dat je allerlei borden gaat plaatsen. Dus vandaar dat het iets nauwer is gemaakt, maar het kan nog steeds. Het vergt wel wat chauffeurskills, zeggen we altijd. En we hebben ook gekeken om die grote rotsblokken, die zijn al iets verplaatst, dat ze de draai wel kunnen halen. Maar het is inderdaad een bewuste keuze geweest om het iets strakker te maken, zodat we daar verkeersveilig en voor iedereen, dus voor fietsers, voetgangers, maar ook voor de automobilisten, dat het daar verkeersveilig blijft. Ik kreeg nog even een vraag van Marcel. En dat is ook nog wel een punt wat inderdaad hiermee samenhangt. Als je nu bij de Rovonde langs rijdt, zie je dat heel veel dingen al wielsporen hebben en soms al een beetje beschadigd zijn of kapot gereden, schoven. Dat betekent dat waarschijnlijk niet alle chauffeurs over evenveel skills beschikken, zoals jij dat zo mooi zei. Ik snap dat de vaart eruit moet, dat je wil dat mensen daar niet te hard rijden en dat je dus probeert daar rekening mee te houden, maar het blijft toch steeds nog wel bij iedereen knagen, is het niet net iets te veel. Kijk, dat het niet breed moet worden, snappen we allemaal. Maar er is ook nog een tussenweg. Dat is een goede vraag. Het is nu ook een tijdelijke situatie. Dus we hebben nu nog een overweg waarin we langs de Molijnlaan rijden. Die hebben we dichtgezet met blokken, omdat het verkeer daar heel erg opstroopte. En dan pas kom je op de Ovonde uit. En straks ga je natuurlijk onder het spoor door en kom je rechtstreeks op de Ovonde. Dus kom je niet meer langs de stationslaan. Dus dat gaat al een enorme impact maken en een verschil maken dat de vrachtwagens die al niet in het centrum hoeven te zijn, die komen helemaal niet meer langs de stationslaan. Die kunnen meteen links de Industrieweg op en naar dat Feithof toe of naar Lepelingen, waar ze ook moeten zijn. Dus dat maakt het verschil. En we hebben nu in die bandensporen ook gezien. We hebben daar, komt een trein aan. Dus kijk, volgens mij zijn we nu weer verstaanbaar. We hebben de bandensporen ook gezien en soms we monitoren het echt elke week. Zoals we nu ook blokken hebben gezet om te zorgen dat het verkeer dan niet opstroopt bij de afslag naar de Molijnlaan. Hebben we ook gezegd bij de inrit naar de benzinestation toe, hebben we ook iets verbreed. Dus ze passen ook aan als het mogelijk nodig is. Maar het is daadwerkelijk wel bedoeld dat ze ook voorzichtig door het gebied rijden en de bochten goed aansnijden of hoger ophalen. Een uitdaging voor de vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs en alles wat op grote materieel rijdt, begrijp ik. Dat blijft voorlopig even zo, totdat echt blijkt dat het niet echt zou kunnen. Maar misschien is het dan een tip om toch even die hark te pakken en nu even die bandensporen weg te halen. Dan heb je een heleboel vragen, dan zien mensen het niet meer en er komen geen nieuwe op dit moment. Dus dan ziet het er weer anders uit. Als ik dan een tip mag geven. Jazeker. De groenaanplant is gedaan. Een kop van de stationslaan en ook bij de Ovonde. En dat ziet er al mooi uit met de dennen die er staan, de struiken. Dus als dat gaat groeien, dan wordt het gebied ook mooi groen. En dan gaan die bermen ook weer groeien. Dus dan zijn de bandensporen ook weg. Maar misschien inderdaad goed om even de hark te pakken en dat ook mee te nemen. We zien nog steeds die bergen zand liggen. Wat gaat daar nou mee gebeuren? En blijven die er liggen? Gaan die weg? Ik heb al een keer gekschetsend gezegd, het lijkt wel of we een viaduct gaan creëren in plaats van een tunnel. Maar het zand ligt er nog steeds. En dat is eigenlijk ook de plek waar we straks onderdoor moeten, toch? Ja. Dus er komt nog veel meer zand, want daar moet ook gegraven worden.
Ja, in totaal komt er 20.000 kuub zand uit het gebied, omdat we echt twee onderdoorgangen maken. Dus er komt heel wat vrachtwagenladingen eruit. En we voeren het gefaseerd af. We willen de overlast zoveel mogelijk beperken. Dus het gaat niet in één keer allemaal naar het grondopslag. We hebben een grondopslag aan de Koolmansweg. En het zand wordt weer gebruikt straks voor het Hul Noord. Dus het is een heel mooi werk met werk maken. En we doen het gefaseerd. We hebben ook een route die we daarvoor gebruiken om niet door de wijken te gaan, niet door de kernen, dus echt via de rondweg. En ook niet te veel vrachtwagenbewegingen in één dag. Dus zo is het ook met de buurt afgesproken daar. Dus vandaar dat er hier nog wat bulten met zand liggen, omdat we het gefaseerd afvoeren. Dat zijn de afspraken die we gemaakt hebben met elkaar. Ja, ja, je verwees heel mooi naar de camera van Transferium. Maar volgens onze gegevens is sinds dat voorportaal weggehaald is, de camera niet meer aangesloten. Hij doet het weer. Hij heeft even, inderdaad, dus bij het voorportaaltje hebben ze natuurlijk ook de kabels en leidingen weggehaald. Dus toen is even de verbinding verbroken. Maar hij is inmiddels weer hersteld. Dus er is weer live beeld vanaf de Transferiumtoren. Maar met allermooiste is natuurlijk 8 juni met eigen ogen te gaan kijken. Want dat is echt nog wel een oproep aan mensen. Het is natuurlijk echt een heel groot project. Voor Nunspeetse begrippen zeker. Heel mooi project ook. En in de onderdoorgang waar we nu opkijken voor de voetgangers en de fietsers. Ja, dan mag je straks ook op 8 juni even naar afdalen. En ook even uitleg krijgen van de aannemer. Want straks gaat het gebied, en eigenlijk is het altijd het gebied, het werkgebied, hermetisch afgesloten. En dan heb je echt een digitaal toegangsbewijs nodig. Wil je in het gebied komen. Dus dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus 8 juni is echt een unieke kans om een kijkje te komen nemen bij de werkzaamheden stationsomgeving. Het is ook gelijk een oproep voor mensen om te gaan werken in de bouw, in de infrastructuur. Want ze zoeken altijd mensen daar. Dus het is ook om te laten zien hoe mooi het werk is.